Wanneer dacht u zelf, ik ga wat doen? Want we hebben begrepen, u bent een beetje een initiatiefnemer van dit plan. Nou, dat is iets te veel eer. Belangrijk is dat er gewoon de vier partijen op de markt en de makelaarsorganisatie gezegd hebben van... Hoe bestaat het nou dat we met zoveel verstand in Nederland die woningmarkt niet kunnen hervormen? Nee. Omdat u als makelaar, ik zag u om de drie maanden op televisie altijd riep van... jongens, hand af van de hypotheekrenteaftrek. Ja. Dat was u. Ja, ja. Dat klopt. Ik was ook een van die voorstanders. Maar je kan wijzer worden met de jaren. Oh, dat bent u geworden. En wat je ziet is dat het niet een doel op zich moet zijn om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Maar denk nou eens out of the box. Stel dat we in Nederland nou niks zouden hebben. En hoe zou je nou het beste die woningmarkt kunnen organiseren? Vraag, wanneer bent u van gedachten veranderd? Wanneer bent u out of the box gaan denken? Ik ben vorig jaar in januari. Iedereen heeft goede voornemens. De een die zegt ik ga afvallen. De volgende stopt met roken. Nou, dat doe ik niet aan. Dus daar hoef ik ook niet mee te stoppen. En bij ons thuis was aan de tafel van hoe is het nou mogelijk dat we in Nederland met de politiek en allerlei andere partijen niet in staat zijn om verbindend, ik zou wel zeggen links en rechts, huur en koop, een plan te bedenken waar de consument in Nederland beter van wordt. Hoe is dat mogelijk? En hoe is het dan mogelijk dat het anderhalf jaar heeft geduurd? Want het plan dat ziet er redelijk simpel uit. In 30 jaar gaat de hypotheekrenteaftrek gaat eraan en de huren worden gemiddeld 2% verhoogd en dat wordt gecompenseerd via de belastingen. Zo simpel is het. Ja, nee, maar zo simpel is het ook weer niet, omdat je met mensen te maken hebt en iedere situatie is weer anders. Dus wat dat betreft zeg je van het is geen bezuinigingsdossier. Dus het is niet de bedoeling om eenzijdig 5 miljard uit die woningmarkt te halen en te zeggen ik leg daar asfalt bij of ik doe de ontwikkeling. Voor, nou, misschien op zich wel goed, maar wat andere zaken. Nee, je kijkt hoe je doelmatiger geld kan inzetten. En omdat mensen hebben gekocht met spelregels, en die spelregels kan je niet in één keer veranderen, dat zou niet verantwoord zijn. Net zo min als dat je de huren opjaagt en iedereen tot over de oren in de huur zet. Dat kan niet. En daar moet je lang over nadenken. Je moet dus kijken hoe gaan die belastingtarieven naar beneden. Dat punt is helder. Ja. Het is, in de politiek is de hypotheekrenteaftrek altijd een heet hangijzer geweest. We gaan even terug in de tijd. Maar wat kan die meneer daarvan aftrekken? Die valt onder een belastingtarief van 70%. Die kan 70% van die 15.000 gulden, is 10.500 gulden, aftrekken voor de belasting. Als daaraan wordt gemorreld, komt er geweldige onzekerheid voor de eigen huisbezitter en voor de woning- en bouwmarkt. Daar moeten we echt niet aan beginnen. Meneer Hogevors, u heeft net woorden in mijn mond gestopt waar ik heel veel afstand van neem. Nadrukkelijk afstand van neem. Ik heb gezegd, de hypotheekrenteaftrek staat niet ter discussie voor de PvdA-fractie. U heeft dat afgelopen zondag op tv nog gezegd. Leg mij niet aan de mond dat ik aan de hypotheekrenteaftrek wil tornen. Het is niet goed voor de zekerheid van mensen met een huis. Het is niet goed voor de huizen- en woningmarkt. Het is niet goed voor de werkgelegenheid in de bouw. Dus wat mij betreft bestaat er geen enkele onzekerheid over de vraag hoe we de komende 4 jaar met dat onderwerp zullen omgaan. Nou, Wim Kok die zal boos op u zijn, tenzij Wim Kok ook van mening is veranderd. Nu zagen we Nieuwsuur wat politici reageren. Die waren helemaal niet zo enthousiast over uw plan. Nee, kijk, en dat is ook weer jammer, hè, omdat we de verkiezingen gaan. Dus je hebt de verkiezingsretoriek. En we zijn met die partijen ruim een jaar bezig geweest met het plan. Dus het verdient sowieso een nadere bestudering, want zo'n simpel plan is het niet. Mag je er selectief in winkelen? De Partij van de Arbeid zei vanmiddag die hypotheekrenteaftrek afschaffen, dat vinden we een goed idee, maar de huren verhogen vinden we geen goed idee. Ja. Mag je in dat mandje van u? Nee, want als je op dat soort manieren gaat winkelen, dan krijg je nooit eens een keer een brede hervorming tot stand. Want dan zie je dat als we een linkskabinet hebben, dat ze zeggen van nou, de koopsector is vogelvrij, en zit er een rechtskabinet, dan is de huur vogelvrij, en de huur en de koop heeft elkaar nodig. Ja. Dus, hoe gaat u ze overtuigen? Want er ligt natuurlijk al een plan in het lenteakkoord. Hoe gaat u ze overtuigen dat dit het beste plan is? Nou ja, we hebben nu dit plan naar de finish gebracht. Maar eigenlijk begint een nieuwe etappe nu. Van hoe kan je de politiek overtuigen dat ze een dergelijk breed aanbod met de consument, consumentenbelang voorop. En dat in verkiezingstijd. Ja, nu worden die verkiezingsprogramma's geschreven. Ja, maar je zou het moeten omarmen. Je verlost, zou je kunnen zeggen, de politiek ook van een dilemma. Want ik noem Ik zeg zelf ook, hè, met dit plan, het is een beetje slikken of stikken. Hè. Het is het hele plan. En je kunt er niet in shoppen, staat er ook duidelijk in. Nee, op het moment dat je zegt van... Dat is natuurlijk wel gelijk het lastige voor de politiek, want die willen keuzes maken. Ja, maar even heel simpel, op het moment dat je eenzijdig de hypotheekrenteaftrek zou afschaffen, of je zou de huren verhogen, en de consument krijgt daar geen compensatie voor terug, dan zegt vereniging Eigen Huis handen af. Dan zegt de huurbond handen af.
Edes zegt de handen af, dit is ons plan niet. Maar dit dat is een platte bezuiniging. Dit is een platte met al dat gepolder in Nederland. Op een gegeven moment ben je uitgepolderd, dan heb je een plan. Maar dan moet je weer gaan verder polderen met de politiek, die weer eigen agenda's erin hebben. Dus ja, maar daarom ik zie eigenlijk niet dat dit gaat werken. Is het een geweldig aanbod? Kijk, want één ding is zeker, na de verkiezingen krijgen we minimaal 4 partijen terug en 5 partijen. En lees de verkiezingsprogramma's en concepten maar op door. Die mensen moeten compromissen sluiten. En wat is mooier dat het electoraat, huurders en kopers, dus de belangenorganisaties uit die hoek, nu zeggen van nou, dit zijn de contouren van het plan. Dat geeft politiek nog voldoende ruimte om binnen dat plan de eigen saus eroverheen te gooien, zou je kunnen zeggen, om dat te adopteren. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, is het een geschenk uit de hemel. Het is een geschenk uit de hemel, dat vind ik een mooi slot. En zo moeten ze het allemaal maar een beetje gaan bekijken. Sterkte de komende weken bij het lobbyen in Den Haag met het geschenk uit de hemel.